ik heb bijna 320.000 abonnees. En bij 320.000 abonnees, de dag erna start miljoenenjacht. Ah, klote zooi. Het is ook... Ik zeg één keer dat ik bij een bepaalde subsmelpaal miljoenenjacht ga uploaden de volgende dag. En dan halen we bijna 3000 abonnees. Dit is het record dat ik ooit heb gehaald. Ik heb nog nooit zoveel abonnees gehaald in een dag. En miljoenenjacht is nog helemaal niet af. Maar dat maakt niet uit. We gaan het gewoon doen. Dames en heren, welkom bij Miljoenenjacht, de serie waarin ik op zoek ga naar miljoenen. Die zijn namelijk verspreid in 10 covers die jullie kunnen uitkiezen in de comments elke aflevering. Dit is de eerste serie die ik ooit op mijn kanaal heb gedaan. Laat wat liefde zien als jij sindsdien al kijkt. Dan laat ik jullie ook wat liefde zien in de comments. En ga vooral niet zeggen dat je al sindsdien kijkt als je nog niet sindsdien kijkt. Want ik had toen maar 20.000 abonnees. Dus de kans is echt 1 op 15 bijna dat... Nee. Niet doen. Niet liegen. Je weet misschien dat als ik series maak, de regels af en toe heel moeilijk kunnen zijn. Maar bij Miljoenenjacht is dat niet het geval. Er zijn gewoon 10 koffers die we gaan openen in 10 afleveringen. En dat is het eigenlijk. In de koffers kunnen geldbedragen, packs, spelers, hele specifieke dingen zitten. Het maakt niet uit, het kan allemaal. En we gaan het dus vanzelf meemaken. Omdat wij dus gisteren de 320.000 abonnees hadden gehaald binnen een dag... 2.500 à 3.000 abonnees erbij. Wat een record is voor mij op YouTube. Is het overzicht van de koffers nog niet klaar. Dat stond voor dinsdag gepland. Wat betekent dat wij nu dit scherm met 10 koffers hebben. Waar jullie voor de volgende aflevering uit kunnen kiezen. Als dat geen blauw duimpje waard is, dan weet ik het ook niet meer. En trouwens, over blauwe duimpjes gesproken. Ik weet iets leuks. Elke like onder een aflevering van Miljoenenjacht, één van de 10 afleveringen, is 1 FIFA-punt. Dus jij kan in totaal, als je 10 afleveringen kijkt en 10 likes op video's achterlaat, 10 FIFA-punten aan mij geven. En dat is natuurlijk niet voor de serie, dat zou raar zijn. Dan ben je dus heel ver weg. Maar dat is voor Team of the Year. Aan het einde tel ik alle likes bij elkaar op van de 10 afleveringen. En die hoeveelheid ga ik aan FIFA-punten openen tijdens Team of the Year. 10 afleveringen. 10.000 likes per aflevering, 100.000 FIFA-punten, 20.000 likes per aflevering, 20 afleveringen, 200.000 FIFA-punten. Jullie bepalen het. Maak me alsjeblieft niet blut. Wel, doe het. Miljoenenjacht, boeit niet, maakt allemaal niet uit. Goed, jullie kunnen voor de volgende aflevering dus een comment achterlaten met de koffer die wij moeten openen. Wij hebben nu in dit geval de starter koffer. De koffer waar we mee beginnen, zonder nummer. Een nummerloze koffer. En voordat we de koffer gaan openen, nog eventjes de mededeling... Ik heb tijd nodig om de volgende aflevering van Miljoenenjacht af te maken, /voor te bereiden. We hadden 130... Ga ik het doen. We hadden zoveel abonnees, staat nu in beeld. Bij 323.000 abonnees komt de volgende dag de volgende aflevering. Ik ga hier ook weer spijt van krijgen, ik ga dat ook weer niet redden. Maar goed, laten we het er allemaal snel doorheen beuken. Daar komt hij dan, de eerste koffer van de serie. Het is een heel erg mooi design, het is prachtig, het is beeldig. Ik zie mijn eigen logo op de achtergrond, die kist komt er en hij gaat open. En het is de starter koffer en dat is een icon pack natuurlijk. Want jullie hadden op de video van gisteren ook 20.000 likes achtergelaten voor een nieuwe icon pack voor Miljoenenjacht. En twee pakketjes naar keuze van de store. Oké, dit is wel voordelig, want het is Cyber Monday, wat betekent dat er waarschijnlijk nog special packs zijn. Want als ik dit dinsdag had geüpload, dus een dag later, als jullie het niet hadden gehaald, waren die pakketjes waarschijnlijk niet. En dan moesten we iets van 15.000 pakketjes doen. Misschien zijn er wel 100.000 pakketjes. Oh ja, zeker zijn er 100.000 pakketjes. We kunnen er twee openen en deze 48 spelers, het zijn er redelijk wat... vormen dan de basis van ons team. We hebben al één icon gedaan, Barnes, ook in de video van gisteren, die we mogen toevoegen aan het Miljoenenjacht team. En we gaan nog een icon doen. En dan daarmee moeten wij gaan spelen tot de volgende aflevering.
48 spelers. Gaat er iets tussen zitten? We hebben twee keer een 100k-pakketje. Ik moet goed de spelers onthouden. Het zou zonde zijn als ik er eentje vergeet. En als we een wildcard krijgen of wat dan ook, zou dat natuurlijk erg lekker zijn voor de serie. Het is een Champions League walkout, maar dat kan dus ook 84 zijn. Het is een serve, dus het is Tadic. Als dat de speler van Miljoenenjacht wordt in de eerste aflevering, dan hebben we het niet heel goed gedaan. Hij heeft ook al dezelfde positie als Barnes. Maar goed, daar weten we dan vast wel iets op te vinden. Vooral bruikbare spelers, alsjeblieft. Dzeko. Spinazzola, die heeft een linkje met Dzeko. Bernat. Dalbert, die heeft weer een linkje met Spinazzola. Ik zie een aantal Serie A-spelers. Iso. Ansaldi. Oké. Ik neem hier twee screenshots van en dan zet ik die spelers in mijn team. Zo. Dat was het eerste 100k-pakketje. We hebben volgens mij... Oh, niet met munten. We hebben volgens mij al wel een redelijke basis van spelers die we kunnen gebruiken. Ik heb nog geen rechtsbuiten. Die zag ik niet tussen zitten. We missen nog een centerback. Kom op. Weer een UCL walkout. Nou, dat hoeft dus weer gewoon niet goed te zijn. Duits. Kam. Havertz. Oké, Kai Havertz. Dat vind ik niet verkeerd. Ik vind dat zelf een hele goede speler. Ik heb hem al redelijk wat gebruikt dit jaar. Het is wel als waar weer een aanvallende middenvelder. Dus weer een plek die eigenlijk al dubbel bezet is. Want we hebben nu Tadic en Barnes en ook Havertz. Wat zit erachter? Hij heeft trouwens wel een goede link met Weiser. Die we net hebben gepakt voor rechtsachter. Dus als we een Duitse rechtsbuiten hebben. Nee, Sissoko is heel erg lekker. Gabriel Jesus is ook heel erg lekker. Dat lijkt me toch haast wel dat we die dan met z'n tweeën moeten gaan opstellen. Zo goed zijn ze. Azpilicueta, de draft legend. Met wie ik laatst een draft heb gewonnen op rechtsmidden. Toen was hij fantastisch. Nog meer. Nou, oké. Weer Serie A, een Interspeler, nog meer Serie A. Oké, hier ga ik ook twee screenshots van maken. En dan ga ik een team bouwen en een icon pack nog doen. Het voordeel is, we hebben een bijna geheel goud team. Het nadeel is, we hebben geen rechtsbuiten. We hebben een slome spits, maar Dzeko is vast wel een ontzettende beast. En kortom, het is niet een heel goed team. Maar dat maakt niet uit, want het is de eerste aflevering. Daar kunnen wij met z'n allen verandering brengen door dus een volgende cover te openen. En dat gaan we allemaal in die volgende aflevering doen. We gaan nog een icon pack doen. Jij gaat je nog abonneren. Je gaat nog een blauw duimpje achterlaten. Dat eis ik nu van je. Nee, dat zou ik chill vinden. En dan daarna kunnen we gaan spelen. Oh, ik hoop dat we een rechtsbuiten icon krijgen. Best of zo. Poh, dat zou lekker zijn. Maatjes, het is zover. De icon pack is klaar. Jullie hebben het gedaan. Jullie hebben dit bepaald. 20.000 likes, vorige aflevering. Ik moet eraan toegeven. Hey, goed. Niet wat ik in gedachten had, maar ik moet eraan toegeven. We hebben er één gedaan op dit account. Toen hadden we Barnes, wat niet heel slecht is. We hadden er één gedaan op het andere account. Toen hadden we Michael Owen. Twee keer niet geweldig. Voor Miljoenenjacht, voor de serie. Laten we een goede hebben. Dat zou lekker zijn. Een geweldig begin. Het is Nederlands. Geen keeper. Een spits. Oh, Ruud van Nistelrooy. Ruud. Nee. Ruud. Oh, Ruud. Nou goed, we gaan het ermee doen. Ja. Nou, lachen toch? Kunnen we Ruud van Nistelrooy uitproberen. Hey, bekijk het positief. En dat ga ik ook zeker doen. Ik hoop jullie ook. We hebben gewoon 100 teamgeesten. We hebben één speler niet op volledig teamgeest en dat is Sissoko. Voor de rest is dit een best wel keurig team hoor. Ja, hey, twee icons, Ruud en Barnes. Niet wat ik had gehoopt, maar helemaal niet verkeerd. En we zijn pas bij de eerste aflevering. En natuurlijk, het zijn geen goede spelers, maar als je dit langzaam kan upgraden, de basis staat. De fundering is gelegd. En dat gaan we allemaal voltooien met koffers en dingen in de volgende aflevering. Maar nu eerst een potje spelen met het eerste team van Miljoenenjacht. De eerste tegenstander is gevonden. We zitten in divisie 5, wat goed is, want dan komen we tegen niet hele goede teams. Dit is een goed team, maar niet een heel goed team, wat je vaak op FIFA ziet. Mooie snor. Een Nederlander. Oké. Misschien wel een kijker van Miljoenenjacht. Zou kunnen. We gaan het nooit weten. Ik vind het sterk, maar het zou kunnen. Jongens, het maakt niet uit. Ruud van Nistelrooy, Big Ruud. Hij heeft 3-star skills en fantastische balcontrole. Oh. Ruud, prove me wrong. Het zou toch fantastisch zijn als we een nieuwe held van Miljoenenjacht van het kanaal kunnen vinden in deze serie. Daar ben ik ook benieuwd naar. Ik had hem geopend in de pack opening van gisteren. En toen zeiden heel veel mensen, Raoul, Barnes is niet eens zo heel slecht. Barnes is eigenlijk een best wel prima speler. En dat zeiden we zelf ook in die video. Dus ik hoop dat hij het nu kan laten zien. Een balletje door de benen. Ruud. Oh, wat een schot. Ruud van Nistelrooy. A clinical finisher.
Big Ruud. Wat goed. Eerste doelpunt is binnen. Kijk hem. Iets te veel ruimte. En dan een power shot. In the right corner. Big Ruud. Wat staat mijn scherm ook laag? Zo, kijk. Nu hoef ik niet omlaag te kijken. Nu kan ik gewoon lekker chillen. Hutsi en ik... Verhoek. Op de paal en dan rebound. Oh, dat is zuur. Ik bewoog mijn keeper nog. Ik denk, hij gaat voor die verre hoek. En hadden we ook. En misschien dat hij daardoor wel tegen de paal ging. Dat heb je soms, hè. Dat als de keeper een hoek kiest, dat de bal dan meer naar de zijkant gaat. Maar dat die rebound dan weer net goed valt. Ja, dat is heel erg spijtig. Ruud. Boom! Oh, niet hard genoeg. Hij nam nog eens een mooie aanloop. Gabriel Jesus, ja. Aannemen. Schieten. Die bal. Uit de kluts. Iso. Gewoon boefman. Gabriel Jesus. Nog een keer. Gabriel Jesus. Ja. Zijn derde poging in één aanval gaat erin. Maar dat maakt niet uit. Dat vind ik prima. 2-1. Ruud, niet alles zelf doen, jongen. Niet alles zelf doen. We weten dat jij de ster bent van het team. Maar je moet ook kunnen delegeren. Oh, Nesta. Barnes gaat eroverheen. Boom. Barnes. Oh, wat een kanon. Wat een kanon. Daan VDB. Hij drukt op pauze. John Barnes. Wat een kanon van John. John, het kanon Barnes. Vanaf nu heet hij zo. John, oh, wat een paas van John, het kanon Barnes. En die ontvangt hem dan weer. En dan heeft hij nog een doelpunt achter zijn naam. Dan heeft hij nog een doelpunt achter zijn naam. Zelf die aanval opzetten. De bal terugvragen. Afmaken. Volgens mij hebben wij 2 icons in ons team. Die de team tot het einde van de serie kunnen dragen. Ik weet niet wat voor miljoenen eraan komen. Ik weet niet hoeveel pakketjes wij nog gaan openen. Wat voor sterren wij mogen toevoegen. Maar Ruud en John, die gaan tot het einde fantastisch voor ons blijven. Dat weet ik 100% zeker. Zo, dat is wel een overtreding, ja. Hij kijkt naar rechts. Gaat hij dan ook naar rechts schieten? Hij kijkt weer naar rechts. Gaat hij dan ook naar rechts schieten? We duiken gewoon naar rechts. Hij gaat in het midden. Dat doet hij slim. Dat doe ik namelijk ook altijd. Misschien is het wel een kijker. Misschien heeft hij dat van mij geleerd. The student has become the teacher. Ja, oh, assist master. Ruud. En dan doet Kai Havertz dat prachtig. Dan doet hij dat prachtig. En is Ruud dus nu de aangever van het doelpunt. John Barnes. Oh, wat een paas. Kai. Oh, wat een paas. Boom. Oh, wat een counter. Wat een doelpunt. Oh, nee. John. Oh. Dat zou fraude zijn geweest. Ruud en Barnes. Ze doen het. Ruud heeft geen hat-trick gescoord volgens mij. Volgens mij heeft niemand een hat-trick gescoord. Nee, 2-2. En Ruud wel 2 assists. En ik doe, oké, ja, goed. We kunnen niet allemaal even goed zijn als Ruud. Mensen, het is klaar al de serie. We hebben het best mogelijke team hebben we bereikt zonder dat we het door hadden. Fantastisch. Nee, zonder dolle. Jij wordt heel erg bedankt voor het kijken naar de eerste aflevering van Miljoenenjacht. Laat een comment achter met een koffernummer voor de volgende aflevering. Vergeet niet om te abonneren bij 323.000 abonnees. De volgende aflevering. Dat waarschijnlijk hopelijk over 2 dagen is, want anders red ik het niet. Jij wordt bedankt voor het kijken. Blauw duimpje op zijn. En ik check jullie later. Joejoe!